Goed, hier zitten we dan. Het is inmiddels 3:15. De oud-junioren, 30 jaar meegedaan, die zijn al lang uitgeschakeld, jongens. Het was direct na 12 was het al gebeurd. Toch 1 punt gehaald. En we gaan eens kijken hoe het duurt daar een paar uurtjes bier, hoe het met de jongens gaat. Want het is de laatste keer, hè, dat ze hier zitten aan de stamtafel. Frank Raven, sterk als de bal, zoals altijd. Frank Raven gaat zoeken, hij maakt een paar bewegingen, zoekt Frank Aker. Frank Aker weer terug op Frank Raven. Hij drukt hem af, het is een goal! Golazo! Golazo! Erik, was het een leuk toernooitje? Ja, leuk toernooi, maar zwaar. Het was erg zwaar. We waren te zwaar ingedeeld weer. En ja, het is gewoon klaar, het laatste jaar, heel jammer. Leuk gaat. Hoe lang heb je nou meegedaan? Vanaf het begin af aan, Erik? Hey, Erik, wij waren te zwaar. We hebben van het begin af aan meegedaan, ja, toernooi. We hebben echt al jaren, het is altijd gezellig hier. En, ja. We hebben nog een leuke anekdote, allemaal. Een leuke anekdote, dat gaat er altijd wel in. Nou, vertel het maar, gaat het op de jongen hier naast ons? Ja, ik is mijn keizer. Keizer. Ja, we hebben nog een leuke anekdote. Vroeger speelden we 11 tegen 11. Jan, Keizer, vroeger speelden we 11 tegen 11. De bal was rond, er kon niemand vrij staan. Maar ik weet nog wel dat jij gewoon in de mandekking stond en je haalde een keer iemand onderuit. Ja, weet je dat nog, Jan? Dat is wel eens gebeurd, maar ja. Nee, het is een beetje onsamenhangend voor de kijkers thuis eventjes. Jan die was nog in de bloei van zijn leven, zeg maar. Die speelde. En hij tikte iemand weg of niet? Of was het andersom? Ja, het was gewoon een smerige overtreding. Hij haalde iemand echt finale onderuit. En toen zei hij tegen mij, zo gaat het in Italië elke week. In Italië? En dat zijn toch, Jan, was dat jouw speelstijl of niet? Dat is wel eens voorgekomen, Frank, waarschijnlijk. Ik bedoel, als het niet goed schreef, dan kwaad schreef waarschijnlijk. Maar over het algemeen moest het netjes opgelost worden. Kijk, watertje erbij. Ik moet er wel even bij zeggen dat het niet de speelstijl is van de oud-junioren de afgelopen 30 jaar. Vooral op basis van positiespel. Nooit een rode kaart had, hè, Luis Tim? Nee. Nooit een rode. Fair play ook niet, hè? Ja. Fair play. Die wilde hem niet. Je kreeg het wel gewoon. Nou, zo zie je dat. Je onthoudt alleen de leuke dingen. We hebben wel heel vaak de prijs gewonnen. Ja goed, we moeten de cijfers erna gaan hoe vaak het er geweest is. Ik denk dat het een stuk 10 keer dat we eerste geworden zijn. Van de 30. En een paar keer tweede ook. Ah, maak je het uit. We hebben naar boven afgerond. 8 keer hoor ik het. Ik denk dat het heel goed is. Het gaat vooral om voetbalplezier. En dat moet wel duidelijk zijn. Dat is aanwezig hier hoor. Waar komen jullie toch vandaan? Waar de smurfenhuisjes staan. Hebben jullie ook een eigen taal? Ja, die spreken wij allemaal. Doen jullie iets wat wij niet durven? Ja, want wij
is een lied met een leuk refrein. We zitten even aan de andere kant van de tafel hier, oh. Na 30 jaar, nogmaals gezegd. We zitten hier met de jongens van het eerste uur. Ik hoor er natuurlijk zelf ook een klein beetje bij. Of helemaal. Maar Klaus en Jan hier, oh. Jan, jij was vandaag, laten we het over het actuele beginnen, was je coach hier, oh. Wat vond je eigenlijk van vandaag? Hoe hebben de jongens het gedaan? Nou, ik vond de jongens moeilijk in het gareel te houden. Je ziet, merk je toch dat ze een bepaalde leeftijd hebben. Dan worden ze toch een beetje eigenzinniger en moeilijker. Maar ja, een beetje de straffe hand en uiteindelijk lukt het al dan. Als we kijken naar het voetballend vermogen van sommige jongens. Is dat nu afgenomen of zeg je bij sommige jongens van nou, ik zie een bepaalde groei. Het voetbalvermogen was toegenomen, maar het loopvermogen was toch wel een paar tandjes minder. Dat klopt wel. Dat klopt wel, Klaus. Want we doen er alles al voor ons gevoel. Ja, lopen onze longen uit ons lijf vandaan, hè? Maar, Nou, niet alleen voor je gevoel. Dat klopt ook. Dat klopt ook wel, hoor. Dat je longen uit het lijf loopt. Ja, het zit er niet meer in. Het heeft er natuurlijk wel ingezeten. Want ja, we gaan een aantal jaren terug, zeg maar. De afgelopen jaren zijn de prestaties in het veld weliswaar wat minder. Maar daarna maken we alles goed. In het verleden was het anders, Jan. Wanneer waren jouw eerste successen? Nou, ja, toen een jaar of 23 was. Want ik ben begonnen bij de ijsclub. En toen zagen ze gelukkig mijn kwaliteit in. En toen ben ik later overgenomen door de oud-junioren. Ja. Klaus moest wel uiteraard diep in de buitel tasten. Naar mijn weten was je echt een scorende speler. Beetje in de 10 en de 9, kon je daar een beetje vinden? Ja, dat klopt wel. Ik had toch wel een neusje voor de goal, zoals ze dat noemen. En ik kon nog wel aardig hard schieten. Dus toch wel een paar succesvolle jaren gehad. Ik ken gelukkig een anekdote. De meeste edities zijn we erbij geweest. Er is nog één editie geweest, Jan. Jij bent het zelf misschien vergeten in al je goals. Maar dat was wel een zeer bijzondere goal. Klaus, misschien kun jij nog een beetje uitleggen hoe die goal ging. Weet jij wel over welke goal ik het heb? Ik heb het over de fortuinlijke goal van Jan Bakker. En de vraag is nog altijd, was hij fortuinlijk of was het zo bedoeld? Ja, de bal was ergens een meter of 25 van doel. Het was een finale tegen een stel jonge honden. We speelden eigenlijk altijd finales tegen jonge honden. En Jan was toevallig in de buurt en die dacht, nou, ik weet ook niet wat ik ermee moet. Die denkt, nou, dan druk ik hem maar af. En Jan drukte hem geweldig af in de kruising. Dat was echt een geweldige goal. Echt van afstand. Hoeveel meter afstand schok je? Ja, ik denk zelf dat het wel rond de 25 was. En dan doen we het voorzichtig. Hè? 25 is. Ik denk dat het 28,5 meter was, zeker. Ja, absoluut. En dat zijn natuurlijk mooie zaken. Want we praten wel over finale partijen, jongens. We praten niet over kleine wedstrijden. toen duurde voor de oud-junioren duurde het altijd tot een uur of. Ja, 4-5 eer wij aan het eerste biertje konden, Klaus. Ja, dat klopt. En toen was het nog zo, dan had je geen terras buiten. Dan had je alleen nog binnen in de kantine. We hadden eigenlijk nooit stoelen. Maar daar hadden we dan weer Theo Mazee voor. God hebben ze ziel, de vader van Gert-Jan. Die was al 's middags vroeg in touw om de stoelen veilig te stellen voor de oud-junioren. Want er speelde eigenlijk altijd wel finale of om de derde plek. Want als ik het even snel naga, 7 keer winnaar, 3 keer tweede... 4 keer derde, dat was in een periode van 15, 16 jaar. Deden we eigenlijk altijd mee om de prijzen. Dus we hadden geen stoelen na afloop. Er zijn, als we naar de toekomst toe werken, we zijn al 30 jaar zijn we bezig. Dit is ons afscheid. Volgend jaar, wat moeten wij nou volgen? We gaan nou afscheid nemen als volgend jaar. Wat zou jij als tip aan ons doen? Wat zouden wij nou volgend jaar, hoe moeten wij dat invullen? Ik zou gewoon zeggen, kom gezellig langs. Er valt genoeg te beleven hier zo. Het is natuurlijk een prachtige accommodatie met een gezellig terras. Dus ga gewoon genieten. Net zoals we nou doen. Zit er nog meer in het verschiet? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat een aantal jongens van ons die willen wel wat gaan doen. In de organisatie van het toernooi. Wat Jan zegt, heb je gelijk in. Je kan ook gewoon langskomen en lekker met elkaar een biertje pakken. Even kijken, biertje pakken. Ik denk wel dat er een aantal mensen van ons wel iets willen gaan doen in de organisatie. Meehelpen, fluiten, het wedstrijdschema. Ik weet dat er een aantal mensen willen stoppen. Nou, we hebben 30 jaar mogen genieten door de hulp van al die mensen, van al die vrijwilligers. Misschien kunnen we iets terug doen. Ik wil de koe gelijk bij de horens vatten. En ook mede namens de organisatie hier ook. In de organisatie, Klaus, kunnen wij een...
een dealtje maken. In welke vorm dan ook. We maken nu een deal. En we beloven gelijk dat we de drie man uit deze team die gaan we erbij betrekken. Ja. Dus voor de toekomst is voor het toernooi gewaarborgd. Dat gaan we regelen, toch, jongens? Hey. Ja. Veel plezier nog. Goed plan, dankjewel. Dankjewel, meneer. En more, much more than this. I did it my way. Yes, when I bit off much more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I had it up and I spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing, to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. Not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. I did it my way.